Misschien ook met kurk. Met kurk, met kurk. Met kurk. En niet bijgekleurd. Hoop ik. Ik ben Proef Whisky. Ik ben Paul. Ik ben Snoep. Toegankelijk hier hebben we al gehad. Ja. En een smooth Portugese portfinish. Een smerige drop. Ja. Ik hoop dat... Ik heb gehoopt dat we nu weer bergopwaarts gaan. Nu. Glenfiddich. Ja, wie kent hem niet? Persoonlijk, nee, persoonlijk niet. Nee. Ja, Glenfiddich kennen we natuurlijk wel. Maar dit is de Distillery Edition, 15 jaar oud. Zit wat hoger qua alcohol. Dat doen ze goed. 51%. Oh. 15 jaar oud. Ex-bourbon en Oloroso. Yes. En een liter. Dat is En dan krijg je voor tussen de 60 en de 70 euro. Nice. Alleen, we hadden het net heel even over, is die bijgekleurd, ja of nee? Ja, ik... Glenfiddich heeft daar wel een beetje een handje aan, dus dan moet je even zeker een navragen. Even kijken eens erop staan in het Duits. This product is non-geofiltered and may develop a slight haze on addition of water. Oké, okay, nee, dat maakt mij niks uit. Ik ga het even zekerheid nakijken. Wat kan ik er nog verder over zeggen? Eigenlijk vrij weinig. Dit is eigenlijk gewoon een Glenfiddich op anabolen. Om het zo te zeggen. Nee, maar welke Glenfiddichs heb je verder wat hoger zitten qua alcohol en non-geofiltered zijn? Vrij weinig eigenlijk. Flop. Kurk, gelukkig. Oh, ruik. Dat ruikt al heel uitnodigend. This exceptional single malt Scotch whisky has matured in American and European oak casks. Dat is de ex-bourbon en de Oloroso. Ja. 15 years, Glenfiddich Distillery. Fijn. Oké. Ik ken ze op elke fles zetten bijna. Ik ben benieuwd wat het extra stapje alcohol gaat doen. Nou, dat is wat minder aanvallend dan wat ik verwacht had. Ja, je kunt redelijk je neus erin duwen. Het is nog steeds een bloemig whisky, maar wel met een peperig randje. Ja. Ja, je ruikt wel dat hij een cherry vat heeft, maar je ruikt ook dat hij een bourbon vat. Ja. Als ik heel erg ben, de eerste wat me opvalt is eigenlijk de vanille. Mm-hmm. De vanille is wel heel duidelijk aanwezig. Maar niet... ik wil bijna niet zeggen dat het echt vanille is. Het is niet echt dat verse vanille. Maar wel een dessert vanille. Dus al verwerkt is in een dessert. Ja, ja, ja. Dus een vanille ijs of een vanille vla. Ja, zoiets ja. Zoiets ongeveer. Maar de sherry is ook duidelijk aanwezig. Rozijnen, sinaas, chocolade. Ja, maar toch heeft volgens mij heeft bourbon de overhand. Ja, eigenlijk door de echte aanwezigheid. Door die vanille, ja. Ja. Ja, zullen we? Ja, sluitje. Sluitje. Hallo. Ja, je merkt wel dat je wat alcohol, dat je wat hoger zit qua alcohol, maar het is niet echt een uppercut, zeg maar. Het is gewoon even een klein vlakhandje. Ja, wat ik gelijk heb is een beetje zwart peper, een beetje stintelend pepertje. Hij is best romig. Mm-hmm. Oh. Dat van Glenfiddich, hè? Nou ja, dat voor, ja. Ja, maar kijk, als je dit vergelijkt met de 12 jaar. Ja, nee, goed. Maar... dat is eigenlijk een totaal ander beestje. Ja, maar dat moet je niet vergelijken, denk ik. De kenmerkende dingen van Glenfiddich komen ook gewoon naar voren. Er zit de appel, de peer, de honing, dat zit er ook duidelijk op. Oh.
zwarte peper, kaneel zit erop. Maar de sherry invloed is nu op de mondsmaak wat meer, dus op de palate wat meer aanwezig als op de neus. De vanille op de neus. Is dus bijna weg, ja. Precies, ja. En de afdronk is ook redelijk lang. Niet echt super lang, maar het blijft wel lekker lang hangen. Ja, ik vind hem wat... Hij droogt wat. Hij is wat monddrogend. Een beetje zal door het hout komen, denk ik. Chocola. Ja, dus het eikenhout en de chocola. De rest valt eigenlijk weg bij de afdronk. Ja, hij is een beetje kruidig nog, maar... Ja. Maar het... Dit vind ik wel lekker whisky. Ja, dit... Dat is 60 en 70 euro kost een flesje ongeveer. Maar goed, een liter. Een liter, 15 jaar oud. 50 plus procent, 51 procent. Ja. Bekende naam. Op zich, als je zo bekijkt, valt er wel mee. Ja. Boah. Ja, kan wel wedden. Na een paar slokjes valt wat meer amandelen op de neus. Dat had ik eerst niet, maar dat komt wel iets van amandelen naar boven. Dus de neus is nu eigenlijk, dus nog steeds zoet, bloemig, bij een beetje een peperig randje. Vanille heeft nog steeds de voorhand, maar dessert vanille, dus al iets wat een vanille-ijs of een vanille-vla-achtig iets. Custard misschien. Mm-hmm. Amandelen, kaneel en dan sherry in, dus een rozijn en sinaasappelschoco. Ja, palette is... Moutig, en ook romig. Bloemig, nog steeds een beetje. Maar kruidig. Volgens mij is de vanille, het zoete van de vanille is richting honing gegaan. Op de mond. Appelpeer, honing. Zwarte peper. Ja, kaneel. Ja, en de sherry-invloed komt ook terug. Ja. Maar is niet zo genuanceerd als op de neus. Is dat een... Ja, en de afdruk blijft nog steeds gewoon een beetje dat zoetkruidig, maar dan hout en chocola. Ja. Nu ben ik blij dat het een liter fles is. Dat snap ik. Ja. Ik proef de grens ook niet meer nu. Dat is wel fijn. Gelukkig. Je weet goed. Waar we over hebben? Ja. Daar. Ja. Proef drop. Nee. Nee, ja, 6. Ja. Dat is een goed makertje, dit. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, nee, ik kan hier niks slechts over zeggen. Boys. Ja, en tof, toch, ja. Toch vind ik een Glenfiddich die een spuitje heeft gehad. Maar dat is mijn mening. We gaan naar de volgende. Bedankt voor het kijken. Slaantje. Mm-hmm.